Welkom bij de podcast Wie is de Narcist? Allereerst hartelijk welkom, ook als dit de eerste keer is dat je meeluistert. Dit kanaal is gewijd aan narcisme. Ja, de feestdagen zijn er weer bijna en dan begint de narcist zich heel erg eenzaam te voelen. Selectieve herinneringen komen naar boven, ze worden melancholisch, sentimenteel, ze zijn eenzaam, ze hebben geen narcistische voeding en dan beginnen ze graag weer te hoeven. De kerstdagen is een uitstekende tijd voor de narcist om weer te beginnen met stofzuigen. En als je voor het eerst op dit kanaal terecht bent gekomen, dan denk je wat is dat hoeven? Wat is stofzuigen? Hoeven en stofzuigen zijn zeer effectieve manipulatietactieken die worden ingezet door de narcist nadat ze je hebben afgedankt. De cyclus van narcistisch misbruik begint natuurlijk bij lovebombing. dan komt de devaluatiefase, vervolgens de afdankfase. En als je afgedankt wordt door een narcist, word je in een wachtkamer geplaatst, in een wachtkamer voor toekomstig misbruik. Goed, stel je voor: je verzamelt eindelijk de moed om los te komen van een giftige relatie met een narcist. Je haalt opgelucht adem en denkt. Dat de nachtmerrie voorbij is. Maar dan komt er uit het niets een bericht die een wervelwind van emoties opwekt. Het is een narcistische hoeverbericht, slim ontworpen om je terug te zuigen in hun verwrongen spel. In deze podcast zullen we de verontrustende wereld van narcistische hoeverberichten verkennen. Ik ga zo meteen ook een paar voorbeelden geven. Van deze manipulatieve berichten. En hiermee maak je het voor jezelf mogelijk om te ontdekken. welke krachtige strategieën je kunt gebruiken. en hoe je hierop kunt reageren. zodat je jezelf kunt beschermen. en de controle over je emotionele welzijn kunt behouden. Jouw besluit en vermogen om de hoevering van een narcist te negeren is heel belangrijk voor het. Doorbreken van de cyclus van narcistisch misbruik. Het lezen van berichten van een narcist kan soms het gevoel geven dat je een vreemde taal leest. Ze zijn vaak niet logisch of sensueel en het is gemakkelijk om jezelf te verliezen als je probeert uit te vinden wat het allemaal betekent. Door hun berichtgewoonte te leren ontcijferen, kun je je beter voorbereid voelen. Narcisten gebruiken vaak gaslighting, ghosting, constante liefdesbombardementen, vreemde emoticons en rare foto's. Misschien klinkt dit als een bekend patroon voor jou. Als de narcist je een bericht stuurt, heb je dan het gevoel dat je eigenlijk alleen maar een spelletje speelt en je bezighoudt met een hele vreemde vorm van alternatieve realiteit. Je bent iets op het spoor. En je verbeeldt je absoluut geen dingen. Zoals je waarschijnlijk al hebt gerealiseerd, voelt berichten sturen met een narcist heel anders dan berichten sturen met anderen. Het kan zijn dat je misschien angstig, gefrustreerd of geïrriteerd voelt bij elk bericht dat je van hen krijgt. En je kunt ook dat gevoel krijgen dat je ze constant wilt blokkeren. Dat komt omdat de narcistische. ...berichtstijl erg manipulatief en gekunsteld is. De narcist formuleert zijn of haar woorden vaak zorgvuldig... ...en gebruikt deze vorm van communicatie... ...om zichzelf een tijdelijke ego-boost te geven. Praten met een narcist is al een uitdaging... ...maar berichten sturen zorgt voor een nieuwe laag complicaties... ...omdat ze namelijk de tijd hebben om na te denken... ...over hoe ze willen reageren... En daarmee zorgen narcistische berichtgewoonten ervoor dat andere mensen zich gegaslight voelen. Je begint misschien te twijfelen aan je realiteit of je gezond verstand. Je vraagt je misschien af of jij de enige bent die het zo moeilijk vindt om met hem of haar te praten. Bovendien kunnen teksten of berichten van een narcist vaak onsamenhangend, verwarrend en overdreven emotioneel aanvoelen. Je kunt jezelf angstig voelen als je wacht met reageren of een reply te sturen. En als je verstrikt raakt in de verraderlijke narcistische berichtspelletjes, heb je misschien zelfs het gevoel dat je op eierschalen loopt. Zoals je misschien al weet, verschillen Berichten die je krijgt van een narcist, enorm van gewone tussenhaakjes berichten. Hun communicatiestijl volgt bijvoorbeeld mogelijk geen enkele logica of patroon. De berichten kunnen op vreemde uren of zonder enige waarschuwing bij jou terechtkomen in je inbox. En narcisten houden ervan om van onderwerp naar onderwerp te springen en alleen aan hun behoeften te denken. Goed, we weten natuurlijk dat narcisme op een spectrum ligt en. Hoewel elk narcist natuurlijk anders is, zul je een aantal veel voorkomende gedragspatronen opmerken. Om jezelf effectief te beschermen tegen narcistische hoevering, is het van cruciaal belang om de kenmerken van narcistische hoevering te kunnen herkennen. Door je vertrouwd te maken met deze patronen, kun je een verhoogd gevoel van bewustzijn ontwikkelen. En voorkomen dat je weer in de valkuil van de narcist valt. Een narcistische hoeverbericht verwijst specifiek naar een bericht dat door een narcist wordt verzonden als onderdeel van zijn of haar stofzuig ta tactiek of techniek. En deze teksten of berichten zijn zorgvuldig samengesteld om sterke emotionele reacties op te roepen, om kwetsbaarheden uit te buiten en jou als ontvanger te verleiden om opnieuw in contact te komen met een narcist. Narcistische hoeverberichten vertonen vaak verschillende kenmerken. Hierbij kan het gaan om buitensporige vleierij, liefdesverklaringen of berouw, beloften van verandering en pogingen om schuldgevoelens of sympathie op te wekken. Deze berichten zijn bedoeld om de verdediging van jou als doelwit te doorbreken, je emoties te manipuleren en de controle over je gedachten... En acties om die te herstellen, zodat zij dat weer kunnen uitbuiten. Narcistische hoeverberichten delen vaak specifieke kenmerken die de manipulatieve bedoelingen erachter onthullen. En deze kenmerken zijn buitensporige vleierij. Hoeverberichten beginnen vaak met buitensporige lof en bewondering, gericht op het stimuleren van het ego. Van jou als ontvanger en het bevorderen van een gevoel van validatie. Of valse beloften. Narcisten doen altijd grootse beloften. over verandering, persoonlijke groei, een betere toekomst. in een poging om jou terug te lokken in de relatie. Dit is ook een hele bekende: dat zijn die selectieve herinneringen ophalen hoe berichten kunnen selectief verwijzen naar positieve herinneringen en gedeelde ervaringen om nostalgie op te roepen en gevoelens van verlangen en gehechtheid op te wekken of emotionele chantage. Manipulatieve berichten kunnen worden ingezet om dat vervolgens te gebruiken als chantage tactiek, emotionele chantage waarbij gebruik wordt gemaakt van schuldgevoel, medelijden of angst om jou onder druk te zetten om de narcist nog een kans te geven. Er zijn natuurlijk ook emotionele triggers die worden gebruikt door narcisten. Narcisten zijn bedreven in het identificeren en exploiteren van de emotionele triggers van hun doelwitten. Ze gebruiken deze triggers om intense emoties, reacties uit te lokken, waardoor je als Ontvanger van dit bericht het moeilijker krijgt om hun avances te weerstaan. Veel voorkomende emotionele triggers die, no die door narcisten worden gebruikt in hoeverberichten zijn onder meer angst voor verlating. Narcisten kunnen ten prooi vallen aan de angst van jou om alleen te zijn of in de steek gelaten te worden, waardoor het slachtoffer. Hun beslissing om te vertrekken in twijfel trekt en twijfels beginnen te ontstaan over hun vermogen om ergens anders geluk te vinden. Een andere trigger is gevoel van verplichting. Door een beroep te doen op je verplichtingsgevoel, proberen ze je een schuldgevoel aan te praten om de relatie opnieuw te hervatten en dan benadrukken ze de geschiedenis. Over welke offers ze wel niet voor je hebben gedaan of gebracht in het verleden. En dan proberen ze ervoor te zorgen dat je je dan schuldig voelt en denkt: oké, okay, ik geef het nog een kans. Een andere trigger is verlangen naar afsluiting. En dit is iets wat je heel vaak hoort. Je wilt graag afsluiting, maar narcisten geven je nooit die afsluiting. Die moet je jezelf geven. Een narcist geeft geen afsluiting. Afsluiting. Maar narcisten kunnen het verlangen van jou naar afsluiting uitbuiten door valse beloftes te doen over het oplossen van conflicten of conflicten uit het verleden of onafgemaakte zaken, om je vervolgens te manipuleren om weer opnieuw ingezogen te worden in een relatie. Het is heel belangrijk om te onthouden dat. Uitingen van genegenheid en beloften die narcisten maken, vaak onoprecht en tijdelijk zijn en uitsluitend worden gebruikt als middel om de controle terug te krijgen. Heel vaak zie je dat narcisten vals berouw vertonen. En narcisten kunnen in hun hoeverberichten gebruik maken van vals berouw en manipulatie, waarbij ze doen alsof ze de verantwoordelijkheid nemen voor wandaren uit het verleden om sympathie of vergeving op te wekken. Het is heel belangrijk en van cruciaal belang om je ervan bewust te zijn dat hun berouw vaak oppervlakkig is en uitsluitend bedoeld is om je te manipuleren, om het contact weer te herstellen. Door deze manipulatieve tactieken te herkennen kun je voorkomen dat ze je in een val lokken van vals berouw. En ook voor zorgen dat je dus op het pad van genezing blijft en je herstel kan voortzetten. Narcistische excuses die zijn ook heel belangrijk om te begrijpen. Narcistische excuses verschillen namelijk aanzienlijk van echte oprechte excuses. Narcisten bieden hier en daar misschien excuses aan in hun hoeverberichten. Maar deze excuses hebben de neiging om oprecht berouw en verantwoordelijkheid. Ontlopen? In plaats daarvan kunnen hun excuses vaak gevuld zijn met het rechtvaardigen van een gedrag, het verschuiven van de schuld op het ander of pogingen om hun daden te bagatelliseren. Het is heel belangrijk om het verschil te begrijpen tussen een oprechte verontschuldiging en een narcistische verontschuldiging om te voorkomen dat je opnieuw wordt misleid door hun vals berouw. Hoe verberichten nogmaals die? Zijn door narcisten heel zorgvuldig opgesteld om emoties te manipuleren en hun doelwitten terug te lokken in hun giftige web van leugens. Laten we even een aantal voorbeelden benoemen over berichten die je waarschijnlijk ooit hebt ontvangen. En laten we dit even onderverdelen in categorieën zeg maar. Laten we beginnen met voorbeeld 1, het medelijdenspel. Dan krijg je een whatsapp of een bericht en dan zeggen ze zoiets als uh, ik kan niet geloven hoeveel ik worstel zonder jou. Mijn leven valt uit één. Ik heb je nodig om mij hier doorheen te slepen. Denk er alsjeblieft over na. In dit bericht wordt gebruik gemaakt van het medelijdenspel. En in dit bericht maakte de narcist gebruik van emotionele manipulatie door middel van een Pleidooi voor medelijden. Door zichzelf voor te stellen als een hulpeloos persoon die hulp nodig heeft van jou, probeert de narcist bij jou schuldgevoelens en verantwoordelijkheidsgevoel op te wekken. Voorbeeld 2 is het valse berouw. De narcist stuurt een bericht als: uh, Ik weet dat ik fouten heb gemaakt, maar ik ben veranderd. Ik ben in therapie geweest en heb aan mezelf gewerkt. Ik beloof dat het deze keer anders zal zijn. In dit bericht combineert de narcist vals berouw en belofte van verandering, toekomstvervalsing. En daar zijn ze heel goed in. De narcist erkent fouten uit het verleden om een gevoel van hoop te creëren. Maar het is belangrijk om deze belofte met voorzichtigheid te benaderen, omdat ze mogelijk niet worden ondersteund door oprechte bedoelingen of blijvende verandering. Nummer drie is het schuldgevoel bericht. Dan krijg je een bericht zoals je was alles voor mij en nu ben ik verloren zonder jou. Ik weet niet hoe ik verder kan gaan. Geef me alsjeblieft nog één kans. In dit bericht gebruikt de narcist schuldgevoel als een manipulatietactiek. Door deze betekenis van jouw. In hun leven te benadrukken en uitdrukking te geven aan het vermogen of onvermogen om zonder hem of haar verder te gaan, probeert de, na de narcist gevoelens van schuld en verantwoordelijkheid op te wekken. Dan hebben we de love bombing tekst. En dit is wel, denk ik, een, heel, een hele klassieke, en misschien herkennen jullie dit ook, dan zegt de narcist heel vaak: je was mijn soulmate, mijn zielsverwant, de liefde van mijn leven. Ik kan me geen, to geen toekomst voorstellen zonder jou. Laten we het verleden vergeten en een liefdesverhaal creëren dat de moeite waard is om voor te, voor te vechten. In dit bericht gebruikt de narcist overduidelijk liefdesbombardementen. Een intens vertoon van genegenheid en idealisering. De narcist probeert gevoelens van romantiek nieuw leven in te blazen en jou terug in de relatie te lokken door je een zielsverwant te noemen en een overdreven gevoel van verlies en verlangen uit te drukken. Dan hebben we natuurlijk ook de gaslighting berichten in een bericht waarin de narcist je probeert te gaslighten, dan kunnen ze iets sturen in de trant van het was nooit mijn bedoeling je pijn te doen. Je reageert gewoon overdreven. Kunnen we dit niet allemaal Achter ons laten en verder gaan. Ik kan het niet verdragen je te verliezen. Nou ja, dit is overduidelijk gaslighting. Een manipulatieve tactiek die de perceptie van jou... van de werkelijkheid probeert te ondermijnen. Of je te laten twijfelen aan jouw perspectief en de realiteit. De narcist is hier proberen de verantwoordelijkheid... Voor hun kwetsende da daden te ontkennen en te suggereren dat jij overdreven reageert. De narcist probeert de waarheid te verdraaien en jou in je eigen emoties, je ervaringen te laten twijfelen. Dan hebben we ook nog de valse beloftes. Dan sturen ze een bericht in de trant van: ik heb gerealiseerd wat mijn fouten zijn en ik ben klaar. Om te veranderen. Ik zal doen wat nodig is om je gelukkig te maken. Laten we onze liefde nog een kans geven. En dit is overduidelijk gebruik maken van valse beloften, van verandering. En de narcist probeert overduidelijk hoop te creëren door ook fouten te erkennen en bereidheid te uiten om. Het goed te maken. En dit is ook wel weer future faking genoemd, wat ze ook heel vaak in de love bombing, de idealiseringsfase gebruiken. Future faking, valse beloftes maken. En je merkt natuurlijk ook dat dat nooit wordt waargemaakt door zo'n narcist. Het is hier en daar een kruimeltje geven, een broodkruimel geven. En dan denk jij: oh, god, ja, toch nog uh, een verandering. Dan kan de narcist ook een soort van bericht sturen waarin ze hun jaloezie uiten, dan sturen ze zoiets als ik zag je met iemand anders. Is dat degene die mij heeft vervangen? Of ze zullen zeggen, nou ja, goed, um, die persoon zal nooit zoveel van je houden zoals ik. Wij horen bij elkaar. En dit is een bericht waarin ze hun jaloezie heel erg of overduidelijk laten zien, maar dit is ook een manipulatieve tactiek. Ze proberen twijfel te zaaien en te insinueren dat jouw dat jou nieuwe liefde of nieuwe partner, vriend, vriendin, jou niet de liefde kan geven die de narcist heeft gegeven. Ze proberen gevoelens van onzekerheid bij je op te wekken, maar ze laten ook zien dat ze bezitterig zijn. Dan hebben we ook nog de manipulatieve vleierij. Dan zeggen ze zoiets of ze sturen een bericht zoiets als: Ik kan niet stoppen met aan je te denken. Je bent de meest geweldige persoon die ik ooit heb gekend. We hadden iets bijzonders. Gooi dat niet zomaar weg. En dit is manipulatieve vleierij. Ze proberen je dan te overladen met complimenten. en de unieke connectie die jullie hadden te benadrukken. En de narcist probeert ook. Jouw ego te boosten. En ze proberen te benadrukken dat jullie een bijzondere emotionele connectie hadden. Dan hebben we er ook nog de tri triangulatiestijl. En de triangulatiestijl, ja, triangulatie is natuurlijk een zeer effectieve, flexibele manipulatietactiek. Ik zeg dit heel vaak en ik heb daar ook een podcast over gemaakt. Maar dan sturen ze een bericht zoals: Ik heb tijd doorgebracht met iemand anders, een ander persoon. Maar diegene kan ik niet met jou vergelijken. Je bent namelijk onvervangbaar. Wil je alsjeblieft bij mij terugkomen? En triangulatie is nogmaals zo flexibel, maar je merkt hier duidelijk dat ze triangulatie gebruiken een manipulatieve tactiek waarbij een derde persoon in de dynamiek wordt Geïntroduceerd om concurrentie en onzekerheid te creëren. Je wordt dan competitief, want je denkt: oh, de narcist is met iemand anders. En je hoort ook heel vaak dat ze triangulatie gebruiken um, terwijl jullie aan het praten zijn en op een gegeven moment praat de narcist uit, uit het niets over hun ex-partners of verleden of wat dan ook. En dan proberen ze de lolbroek uit te hangen en dan, en dan praten ze over hun ex-partners. En dan word je competitief. Of je zit in een restaurant en ze zeggen dat de ober met hen of met hem of haar flirt. En dan denk je oh, oké. Okay. Um, maar daardoor ga je je wel competitief opstellen. Want dan denk je, ik moet beter mijn best doen. Dus dat is een hele, een zeer manipulatieve, maar ook heel flexibel te gebruiken. Tactiek. Dan hebben we ook nog de emotionele manipulatie. Dan sturen ze een bericht waarin ze zeggen: Ik heb een dieptepunt bereikt sinds je bent vertrokken. Ik ben een puinhoop zonder jou. Ik heb je nodig om mezelf te redden. Geef me alsjeblieft nog een kans. En in dit bericht proberen ze zichzelf af te schilderen als hulpeloos, afhankelijk van jouw steun. En door jouw gevoelens van schuld en verantwoordelijkheid op te roepen, probeert de narcist. Controle terug te krijgen en jou als slachtoffer natuurlijk weer terug te zuigen in de relatie. Ja, wat kun je dan doen? Wat zijn strategieën die je zou kunnen gebruiken om om te gaan met narcistische hoeveringtactieken of berichten? Nummer 1 is natuurlijk: ga in geen contact. Dus verbreek al het contact. Stel strikte contactloze grenzen met de narcist aan. En handhaaf deze ook. Ik heb ook een podcast gemaakt over de no-contact-methode. En het is niet alleen maar even blokkeren op WhatsApp en het is klaar. Nee, het is veel meer dan dat. En als je wilt kun je misschien heel even die podcast beluisteren. Het is best wel belangrijk. Er zijn ook nog uh, meerdere dingen die je moet doen dan alleen maar iemand blokkeren als je in no contact gaat, het is ook belangrijk om allereerst je ziel af te sluiten naar de narcist toe. Vertel absoluut niets meer over je leven, wat je doet in het leven, waar je staat in het leven. Word zo saai mogelijk naar de narcist toe. Blokkeer de narcist op social media, op je WhatsApp. E-mail. En als je uit een relatie bent gestapt met een narcist of uit een huwelijk met een narcist, dan is het ook heel belangrijk om een nieuw e-mailadres aan te maken, een nieuw telefoonnummer. En zorg ervoor dat dit niet bij de narcist terechtkomt. En no contact betekent ook dat je afscheid moet nemen van bepaalde uh, wederzijdse vrienden, gemeenschappelijke vrienden die jullie hadden, die eventueel als flying monkeys kunnen fungeren. Want narcisten gebruiken vaak. Handlangers en dat zijn dan de flying monkeys. Veel flying monkeys weten hoe toxisch giftig de narcist is, maar sommige flying monkeys zijn zich zeer onbewust van wat er gaande is en die denken: Goh, oh, wat zielig die narcist. Of ze vragen informatie bij zo'n flying monkey over jou, of dat ze misschien langsgaan bij hen of hun opbellen en zeggen: Goh, ik maak me zorgen, ik wil even weten hoe het gaat met die en die. Noem maar op, ze kunnen dat soort dingen allemaal doen onder het mom van eventjes checken. En als je duidelijke grenzen stelt, dat is heel belangrijk, die moet je ook communiceren met de narcist. Laat, laat ze weten dat je niet geïnteresseerd bent of niet langer met hen in contact wil komen. Herhaal die beslissing ook en wees resoluut, wees assertief in het uiten van je behoefte aan ruimte en privacy. En ik weet natuurlijk dat narcisten grenzen haten. Narcisten zien dat namelijk als obstakels. Als er grenzen zijn, daar hebben ze een, een hekel aan. Zoek ook steun. Zoek steun in je netwerk van vrienden, je ondersteuningssysteem en je vrienden, familie of bijvoorbeeld een therapeut. Deel je ervaringen, je gevoelens en praat over de berichten die je krijgt, maar doe dit. Met mensen die heel dicht bij je staan. Ga dit niet proberen uit te leggen aan een vage kennis, hè, want dan krijg je juist meer frustratie. Dan gaan ze vragen stellen, krijg je alleen maar meer vragen, en dan raak je gefrustreerd. En dan heb je het gevoel dat je jezelf moet gaan verdedigen, hoef je allemaal niet te doen. Niet erover praten met, met een vage kennis of een vriend of vriendin die ja, niet, niet, niet dicht bij je staat. Praat alleen met iemand die echt dicht bij je staat. Blijf ook geaard. In de realiteit. Herinner je jezelf aan hoe het was om in die giftige relatie te zitten en de redenen waarom je ervoor hebt gekozen om te vertrekken. Denk na over de negatieve patronen, emotionele mishandeling en manipulatie die je hebt doorstaan. Blijf gefocust op je eigen groei en het belang van het beschermen van jezelf tegen verdere schade. Jij kan Alleen je eigen ziel redden. Documenteer ook alle berichten. Houd de berichten bij die je hebt ontvangen van de narcist voor je eigen referentie. En deze documentatie kan ook dienen als herinnering aan de manipulatieve tactieken die zijn gebruikt. En kan je namelijk ook helpen een helder perspectief te behouden als er twijfels reizen voor jezelf. En het kan ook nuttig zijn als er in de toekomst eventueel juridische stappen moeten worden ondernomen als de narcist begint met lastercampagnes bijvoorbeeld. Vergeet niet dat jouw emotionele welzijn en herstel van het grootste belang is. Reageren op berichten van narcisten tijdens het hoeven vereist heel veel kracht, veerkracht en toewijding om prioriteit te geven aan je eigen behoeften en dit is niet egoïstisch. Want je denkt aan je eigen welzijn en dat staat voorop. Dat is prioriteit nummer 1. Eén. Want niemand anders gaat jou anders helpen. En als je toch moet reageren of toch de behoefte voelt om te reageren, en ik zeg eigenlijk altijd: reageer niet, absoluut niet, koste wat het kost, niet. Maar stel dat je toch reageert en je kan het gewoon niet weerstaan, stuur dan bijvoorbeeld als de narcist het medelijden spel speelt, zeg dan zoiets als: nou, ik begrijp dat je een moeilijke tijd hebt of dat je door een moeilijke tijd Gaat, maar het is heel belangrijk voor ons om ons te concentreren op onze individuele paden van genezing en groei. Ik moedig je aan om steun te zoeken bij jouw vrienden of familie die jou eventueel zouden kunnen helpen. Ik verzoek je vriendelijk mijn behoefte aan afstand te respecteren en verder geen contact met mij op te nemen. En als je probeert te gaslighten en je wilt daarop reageren, zeg dan zoiets als. Ik erken dat we misschien verschillende perspectieven hebben, maar het is belangrijk voor mij om prioriteit te geven aan mijn emotionele welzijn. Ik moet de tijd nemen om te genezen en een gezondere toekomst voor mezelf creëren. Ik verzoek je vriendelijk mijn behoefte aan ruimte te respecteren. En een ander voorbeeld van berichten die narcisten kunnen sturen zijn Berichten met woordsalades. En woordsalades, dat zijn van die hele rare berichten, waardoor je je heel verward, onzeker, ongemakkelijk voelt. Maar laten we even een voorbeeld nemen. Ik vind het toch wel belangrijk om dat toe te voegen. Dan stuur ze dus een heel lang bericht en daar er staat erin: Ik heb de laatste tijd dus veel aan ons gedacht. Ik besef dat ik heel veel fouten heb gemaakt. En dat spijt me oprecht. Ik ben gewoon niet gewend om met iemand samen te zijn die zo gevoelig is. Ik ben super toegewijd om dingen vanaf nu te laten werken. Je weet dat jij de enige voor mij bent, ook al heb ik soms moeite om je te vertrouwen. Ik wil daaraan werken. Het is moeilijk om niet jaloers te zijn als andere mensen met je flirten. Ik moet echter beter mijn best doen. Ik denk dat we het allebei beter kunnen. Ben jij bereid om samen met mij hieraan te werken? Nou, hoe voelt dit als je zo'n bericht leest? Verward, onzeker, Ongemakkelijk en dat komt omdat narcisten ervan houden om veel halve excuses en manipulatieve communicatie te gebruiken om mensen te overweldigen met hun oogenschijnlijk doordachte boodschappen. Woordsladen is een psychiatrische term die ongeorganiseerde en onduidelijke spraak of schrijfwijze beschrijft. Narcisten gebruiken het als een verfijnde versie van woordsladen om gemengde berichten naar hun dierbaren te sturen. Meestal kun je zien dat je dit soort berichten krijgt als de boodschap heel ongemakkelijk, ongerelateerd en onlogisch aanvoelt. Het gebeurt geheel ongevraagd. De inhoud voelt repetitief aan, alsof je het al duizend keer hebt gehoord. Het lijkt allemaal vaag of overdreven... Gegeneraliseerd. Je voelt je aangevallen of beschuldigd, maar weet niet helemaal zeker waarom. En er is een subtiel gevoel van woede in dat bericht. En als ze van die berichten sturen met die sappige weetjes, of dingen die er zijn gebeurd in hun leven, of ogenschijnlijk gebeuren, dan sturen ze vaak berichten waarin ze dan zeggen zoiets als: Ik kan niet wachten om later bij te praten, zoveel te vertellen. Of ik ben zo opgewonden, om je later te zien. Er staat je een grote verrassing te wachten of ze zeggen ik heb net een gesprek gehad met mijn baas. Wauw, je zult niet geloven wat er is gebeurd. Narcisten zijn de enige mensen die sappige weetjes gebruiken tijdens het versturen van berichten. Het is een vrij gebruikelijke manier om zo te communiceren. voor de narcist. Narcisten vertrouwen echter vaak op deze, deze strategie als een manier om een... stervend gesprek in stand te houden. Stel dat je nog in een relatie zit... Hè, met een narcist... en je stuurt die narcist een bericht zoals van... nou godschat, fijne dag... verder op werk vandaag, ik weet dat je een drukke dag hebt hebt we praten later wel. En dan zegt de narcist: "Oké okay schat, ik hou van je." En vervolgens je stuurt verder niets. Dan krijg je daarna een bericht: "Wauw, ik heb net het vreemdste telefoontje gekregen en je stuurt nog niets, want je bent misschien druk bezig." Dan zegt de narcist: "Sorry, het zit echt in mijn gedachten, maar we kunnen er later over praten." En op het eerste gezicht lijkt het misschien alsof de narcist eigenlijk alleen maar een specifieke gebeurtenis herhaalt, maar in werkelijkheid Manipuleren ze de situatie om jouw tijd en energie te vragen? Zelfs als ze doen alsof het ze niets uitmaakt dat je reageert of kunt reageren, je kunt er eigenlijk vrijwel zeker van zijn dat zij wedden dat je het wel zult doen. Of ze sturen bijvoorbeeld vaak. Hele rare links, vreemde links van websites, afbeeldingen, bijlagen of links van Instagram video's. En dat doen we heus wel allemaal wel eens. Hoor dat daar niet van, daar gaat het niet om. Dan krijg je we wel berichten van: goh, uh, ja, maar dat doe ik ook wel eens. Maar bij narcisten is het heel belangrijk uh, om te zien hoe jij reageert. Dus het gaat ze helemaal niet om de inhoud van de berichten zelf, maar meer om de reactie die je geeft. Dus als ze bijvoorbeeld weten dat je gepassioneerd bent over dieren, dan sturen ze misschien een videoclip van een, een huisdier-eigenaar die zijn hond mishandelt. Of als ze weten dat je bepaalde, een bepaalde beroemdheid verafschuwt, kunnen ze bijvoorbeeld een artikel sturen over een aankomende film die nog gereleased moet worden. Maar het gaat er niet om dat het doel is om je kwaad te maken. Het doel is simpelweg het gesprek. Gaande houden en het gevoel te krijgen dat ze een bepaald gevoel van macht over je hebben. Of ze beginnen spontaan te ghosten en dan hoor je helemaal niets van hen. Dan is het radiostilte. En deze stilte kan uren duren, dagen duren of zelfs weken duren. En dit spookpatroon kan misschien voor jou heel raar aanvoelen, maar het is volledig opzettelijk. Want het, het kan voor jou heel willekeurig aanvoelen. De narcist. Wil je eigenlijk alleen maar angstig maken. Misschien voelen ze zich geïrriteerd of schamen ze zich omdat ze meer moeite nemen om jou te berichten of tijd in de relatie steken. dan ze eigenlijk zouden willen. En misschien willen ze je lo loyaliteit testen om er zeker van te zijn dat je nog steeds om hen geeft. De narcist wil dat je hun, dat je je zorgen over hen uitspreekt. Ze willen horen dat je bijvoorbeeld zegt. Um, is alles in orde? Of heb ik iets verkeerds gedaan? Of ik heb al een tijdje niets meer van je gehoord. Meestal zullen ze je een algemeen bericht sturen met: Ja, alles is in orde. Of ik ben gewoon heel erg druk bezig met dingen. Of er is niets aan de hand. Of ze zeggen zoiets als: Sorry, maar nou ja, goed, wat is er eigenlijk met jou? Soms reageren ze misschien met een heel vaag of dramatische tekst: Zoals: Ik denk alleen maar aan. Andere dingen of het gaat goed met me, maar nou ja, het gaat niet zo goed, maar het komt wel goed. Ze hopen eigenlijk dat je angstiger wordt of misschien onzeker wordt. Ze hopen dat dit jou ertoe aanzet om te blijven checken. Om te blijven kijken hoe het met hun gaat. Dus nogmaals, het is heel belangrijk om je grenzen aan te geven, heel duidelijke grenzen aan te geven. Het is ook heel belangrijk om te reageren op één bericht tegelijk want anders versterkt het namelijk hun woordsalade of non-stop bombarderen van berichten of jou bombarderen met berichten. En als je reageert, is het volkomen redelijk om een eenvoudig antwoord te sturen. En voel ook niet de behoefte om elke vraag die ze je stellen te beantwoorden. Hoe meer je probeert om hun gevoelens of hun niveau te evenaren, hoe meer ze ervan uitgaan dat hun niveau het enige acceptabele niveau is. Wat ook belangrijk is om te vermijden, serieuze gesprekken te hebben via WhatsApp of SMS of e-mail of wat dan ook. Als je dan een bericht stuurt, hè, ze sturen heel veel berichten, ze bombarderen je met berichten. Stuur dan zoiets als, uh, dat klinkt als heel veel, laten we hier persoonlijk over praten. Of het spijt me dat je dat hebt meegemaakt, we bespreken het morgen wel. Je hoeft je namelijk niet bezig te houden met het drama van de narcist over en weer in berichten of WhatsApp gesprekken. Want vaak zijn narcisten achter hun toetsenbord hè, of achter hun keypad veel moediger dan in het echt. Maar als ze een serieus gesprek met je willen voeren, kun je de bal bij hen neerleggen eh, door te verzoeken dat je deze zaken of onderwerpen persoonlijk bespreekt. Het beste is natuurlijk om ze volledig te blokkeren en onthoud dat, dat je volste recht hebt om te kiezen wie je in je leven wilt hebben en wie niet. Als je het gevoel hebt dat je klaar bent om er echt een einde aan te maken, aan al dat narcistisch misbruik, moet je de narcist gewoon blokkeren. Blokkeren maakt namelijk een einde aan alle chaos. Natuurlijk kun je niet alles voorkomen. Ze kunnen natuurlijk ook contact opnemen via flying monkeys onaangekondigd bij je op de stoep staan of je stalken op het werk kijken of je op het werk bent maar dat zijn dingen die jij niet onder die je niet in jouw uh, controle hebt daar heb je geen macht over natuurlijk maar je kunt wel zoveel mogelijk zorgen dat er geen ingang meer is narcistisch gedrag of de hoevering van een narcist kan heel uitputtend verwarrend of frustrerend voor je zijn Onthoud dat je niet de enige bent en de meeste mensen in dit soort relaties met narcisten voelen zich precies hetzelfde. Maar je hoeft je leven niet voortdurend te gebruiken om hun berichten te ontcijferen. In plaats daarvan moet je je relatie en jouw eigen behoeften opnieuw evalueren als je nog in een relatie zit met zo'n narcist. Hoe kun je toegeven aan de chaos of het beperken daarvan of het volledig vermijden. Hoe kun je gezonde grenzen stellen om je welzijn te beschermen? Narcistisch misbruik is niet jouw schuld. Het onderkennen van het probleem en het ondernemen van stappen om de situatie te verbeteren is wel iets wat aanzienlijk invloed kan hebben op de manier waarop je zelf herstelt en geneest. Jij hebt die kracht en die moet je gebruiken. En ik wil deze podcast maken omdat ik weet dat het kerstdagen, tenminste bijna kerst, hè, nog een paar weken is het kerst. En tijdens de kerstdagen gedraagt de narcist zich heel anders. De hoevering van de narcist tijdens de kerst- of feestdagen is heel anders als in het nieuwjaar. En dan denk je van, hoe kan dat? Ja, dat, het is heel anders. Narcisten hebben ook vaak dat melancholische. Uh, als ze naar muziek luisteren, dan is het net alsof ze dromen in een lied. Hè? En dat kan iedereen natuurlijk wel hebben. Als je dan naar een mooi nummer luistert, dan brengt het je terug in een bepaalde tijd. Maar narcisten herleven dat als het ware. Ze luisteren naar muziek, herinneren zich, dat herinnert zich aan een bepaalde periode in hun leven met jou. En dan herleven ze dat. En zo komen die gevoelens, die oprecht gevoelens, die komen natuurlijk naar boven... En dat zijn vaak selectieve herinneringen of nostalgische herinneringen. En een, dat voelen ze dan ook echt. Hè? Dan voelen ze die gevoelens die zijn echt omdat ze bijvoorbeeld voor het eerst met jou een geweldige kerst hebben gehad die ze waarschijnlijk vroeger misschien niet hebben gehad in hun giftige familiedynamiek. Of dat ze bijvoorbeeld een bepaalde sfeer bij jou hebben gevoeld. een Huiselijke sfeer, een harmonieuze sfeer tijdens de kerst. En dat willen ze weer herleven. Goed, ik hoop dat het een interessante podcast is geweest voor vandaag, lieve mensen. Als dat zo is, laat je comments achter in de comment box via het YouTube-kanaal Wie is de Narcist. Abonneer je ook op het kanaal, dat stel ik altijd zeer op prijs. Like deze video. Bedankt voor het luisteren voor vandaag en tot de volgende keer.